Ik heb hier nog een aantal van polypropyleen. Dat is iets makkelijker voor te tunen. Of een aantal dat er veel of weinig wind is, kun je een beetje aanpassen. Oh, mijn vlag. Belangrijk. Ik weet van wat de wind komt. Wil ik hem iets lager laten vliegen, dan plooi hem een beetje naar beneden. Ik plooi hem niet door, hij springt wel een beetje terug, maar hij blijft een klein beetje zo staan. Dus we gaan eens zien. Je moet de werptechniek natuurlijk ook aanpassen omdat hem laag geplooid is. Dat is ook zo nog een modelletje. Ik weet dezelfde. Model vlotter. Je mag eigenlijk iets meer wind hebben. Redelijk zwaar vleugels. Okay. Van deze moet ik mijn werptechniek redelijk wat aanpassen. Die mag ik heel verticaal gooien. Maar die mag eigenlijk een beetje wind hebben, dan komt hij iets makkelijker terug. En de wind, ja, de wind is een beetje onstabiel vandaag dus. Wat hebben we hier? Dat is model Fuzzy. Een heel gekend model dus in de boemerangwereld. Werptechniek aanpassen en de wind draaide. Daar komt de wind weer van ginder. Nog meer. Het gras is nat en dan schuift dat een keer op mijn vingers.